Naast de voorbije browseroorlogen die we besproken hebben, hebben we ook nog de zogenaamde standaardenoorlog. Wat eigenlijk een minder bekende, maar toch een zeer, zeer belangrijk conflict was. Dus in deze oorlog was er eigenlijk een conflict over wie controle zou moeten hebben en zeggenschap over de webstandaarden. Nu, initieel had het W3C, of het World Wide Web Consortium, volledig zeggenschap over de webstandaarden. Het W3C werd opgericht in 1994 door Tim Berners-Lee. En het idee van W3C was eigenlijk om een non-profit organisatie te zijn waarin iedereen, bedrijven, organisaties en individuen konden deelnemen om inspraak te hebben over de toekomst van de webstandaarden. Nu, voor lange tijd verliep alles vrij goed. Maar rond het jaar 2004 hadden de grote browserontwikkelaars wat kritiek op de relatief trage ontwikkeling van deze specificaties. Wat begrijpelijk is voor zo'n grote standaardisatieorganisatie. Nu, daarnaast waren ook wat conflicten vanwege een controversiële beslissing van het W3C om te focussen op XHTML, wat eigenlijk een striktere versie was van HTML. Nu, vanwege die redenen beslisten Apple, Mozilla en Opera om de zogenaamde What Working Group op te richten. En kort daarna namen ook Microsoft en Google hieraan deel. Nu, de What Working Group, wat dat ze eigenlijk deden, was een eigen versie van de webstandaarden, en meer specifiek de HTML en de DOM-standaard, te publiceren. Nu, sinds 2004 tot ongeveer 2019 zagen we dus eigenlijk dat er twee concurrerende versies van de HTML en de DOM-standaard bestonden. We zagen bijvoorbeeld in het jaar 2007 dat beide organisaties onafhankelijk van elkaar HTML versie 5 ontwikkelden. Er waren soms periodes dat er convergentie was, dus een akkoord over hoe bepaalde functionaliteiten eruit moesten zijn. Want dan, daarnaast waren er ook periodes van divergentie tussen deze organisaties. Nu, een grote reden waarom dat er wat conflict is of was tussen deze organisaties, was omdat ze een verschillende ontwikkelingsstrategie volgden. Het W3C beslist ervoor om meer snapshot-gebaseerd te werken, dus eigenlijk heel specifieke versies uit te brengen van de verschillende standaarden. Dus HTML versie 5, versie 5.1 enzovoort. Om eigenlijk makkelijk te kunnen verwijzen naar deze verschillende versies van de specificatie. Daarnaast, de What Working Group wou sneller vooruitgang maken en maakte gebruik van een living standards, waarbij dat de standaarden eigenlijk continu konden upgedate worden. Nu, in het jaar 2017 gebeurde er iets belangrijks en dat was het jaar waarin de What Working Group besloot om een octrooiumbeleid te introduceren. Nu, concreet betekende dit dat alle technologieën waar de specificatie gebruik van maakte, gratis gebruikt mochten worden door mensen die die specificatie wilden implementeren. Het W3C had dit al lang, aangezien dit belangrijk is voor een open web, maar sinds 2017 had dus ook de What Working Group dit. Nu, sindsdien stond de deur eigenlijk open voor een betere alignatie tussen deze twee organisaties. En dat leidde ertoe tot eigenlijk het echte einde van dit conflict in het jaar 2019. Dus dankzij dit nieuwe octrooibeleid van de What Working Group besliste het W3C om zich eigenlijk over te geven en de volledige controle van de webspecificaties over te geven aan de What Working Group. Dus sindsdien worden de HTML en de DOM-specificaties gepubliceerd en verder ontwikkeld binnen de What Working Group. Aan de ene kant goed dat dit conflict voorbij is. Langs de andere kant, een van de mogelijke nadelen die je hierin kan zien, is dat de grote
browserontwikkelaars nu eigenlijk volledig in handen zijn, volledig in controle zijn van deze webstandaarden. En dat als gewone gebruiker je eigenlijk minder inspraak hebt op deze specificaties.